En zo zag het er in de meren uit. En als u de spelers van afstand bekeken heeft en u zich afvraagt, wat zijn er nou eigenlijk voor jongens van NEC? Nou, hier zit een gezelschap heren bij elkaar. Het zijn jullie gegund. Finalist. Hartelijk gefeliciteerd, jongens. Dank en ik denk dat er buitengewoon hard voor gevochten is. Wilfried Broekhuis, doelman. Ik heb nog nooit een keeper zo zeker gezien op het moment dat Van Vossen hem er lang speelt. Jij staat van, is geen doelpunt. Was je zo zeker? Ja, de scheidsrechter gaf hem nog niet vrij. En dan weet je gewoon dat hij mag schieten. Heb je een lekker middagje gehad? Ja, achteraf zeker. Hè? Ja, ja. Maar in feite weet je, als je tegen Ajax speelt, vooraf denk je vaak dat je veel te doen krijgt. Nou, daar had je je op ingesteld? Daar heb ik me op ingesteld. En dat, daar ben je toch mee bezig eigenlijk zo'n hele week. En dan blijkt eigenlijk zo'n wedstrijd als vandaag dat Ajax, ja, ze zijn een paar keer op de middenlijn heen geweest, maar een echte druk hebben ze niet kunnen zetten. Het is maar een normale ploeg, wou je zeggen? Nou, het is geen normale ploeg, dat zeker niet. Nee. Maar hoe ze vandaag speelden, zeg ik van, dan zullen ze meer wedstrijden verliezen. Wat viel dan tegen? Wat had je dan verwacht? Dat ze gewoon 80 minuten voor je zouden staan? Normaal gesproken wel. Ja. Als zij een goede doen zijn, dan zie je gewoon dat ze 80 minuten voor je neus staan. Ja. Dat je bijna niet onder die druk vandaan komt. Maar je zag gewoon dat ze meer met zichzelf in de knoop zaten. Dat het echt tussen de oortjes zit, dan dat ze met voetballen bezig waren. Ja. Kislok, jij staat daar in dat veld. Prachtig mooi bloot lijf heb je na afloop getoond. En allemaal blij dat je nog een shirt hebt kunnen vinden. Op deze leeftijd. Ja, op deze leeftijd inderdaad. Ja. Dat je dan nog bloot kan lopen. Ja. Viel het jou ook tegen, wat je in het veld tegenkwam? Daar loopt toch van alles. Daar lopen dure internationals, zeer hoog en zwaar betaalde in, buitenlanders. Ja, viel het tegen. Ik bedoel, ik heb een hele moeilijke middag gehad. Maar ja, wij spelen zoals we altijd spelen, gewoon een open vizier en we knokken ervoor. En ik denk dat Ajax dat niet verwacht had. En ja. Wat dat betreft valt me wel tegen wat Ajax heeft laten zien. Ja. Mag ik nog even terug naar vanochtend toen je niet wilde zeggen wat er in de kleedkamer werd besproken? Ja, wat ja, werd dat er wel gezegd. Nou ja, sorry, maar is er nog iets speciaals gezegd door jullie trainen? Nee, niet echt. We hebben die corners situaties even doorgenomen. Ja, en dat bleek ook wel, want die waren gevaarlijk. Ja, en dat we echt pressing zouden spelen. Dus gewoon meteen druk zetten. En dat heeft ons de eerste 20 minuten in de wedstrijd geholpen. Ja, wat wij dus niet horen, maar jullie wel in het veld. Werd er gebabbeld bij Ajax? Gescholden op het laatst? Nee. Ook niet? Gelaten? Ik heb ze niet horen vloeken op elkaar of zo, nee. Terwijl, ja, bij ons was het van, kom op, we gaan ervoor. En, Maar het is toch lekker om te spelen als je underdog bent, neem ik aan? Ja, dat is sowieso zeker een voordeel. En we hadden niks te verliezen. Ja, dat is ook gebleken. We zijn ervoor gegaan, het is gelukt. Ja. Jouw moment komt in de tweede helft. Ja. Een hele vreemde bal. Voorzet komt van rechts. En dan gebeurt er van alles. Ook eerst nog deze corner. Die waait dan over naar de andere kant. Ja. Hupsee. Dan denkt Rijkaard... Let op de penalty. Oké, Rijkaard verdedigt daar niet. Dan komt die bal voor, moest kijken. 1. Kans van de lijn. Inzet. Pang. En dan komt daar Lok. Kees Lok. Die een sterk rechterbeen heeft, meen ik te weten. Ja, die jongens beginnen te lachen. Rechts en links, de punten die zitten nog goed. Maar ja, die bal komt voor je voeten in je hand. Schoot je blind? Ja, ik denk gewoon... Via Danny. Via Danny, ja. Nee, gewoon hard schieten en zie hoe het schip stond. Ja. Hij ging het net in. Perfect. Ja. Moet een lekker gevoel zijn, Wilfried. Je gaat nu naar de finale toe. Ja. Maar met de kans natuurlijk dat jullie denken dat je de hele wereld aan kan. Nou, als je van Ajax wint, dan kun je natuurlijk ook de volgende tegenstander aan. Ja, ja. En wij zijn weer underdog. Ja. In feite dezelfde situatie als wat je vandaag hebt. Ja. Zul je dan ook op Hemelvaartsdag gezien. Wat ik niet van jullie begrijp, ik heb een beetje gevolgd wat er met NEC aan de hand is. Jullie coach, trainer moest weg. Was die niet goed genoeg? Oei, wat een stilte valt. Wereldtrainer, ja. We hebben met z'n allen gedaan. Ook de trainer hoort er ook bij. Dus. Maar een winnende trainer en een winnende coach heeft altijd gelijk, of niet? Absoluut. Ja? Dat bewijst hij nu wekelijks, hè? Ja. Zullen we eens kijken hoe die eruit ziet? Weet wel 3 jaar. Want hier zit hij. Wat maar bedoeld is, de winnende trainer die in de finale staat, die misschien gepromoveerde met NEC, die wordt weggepromoveerd naar volgend jaar een functie als technisch manager of technisch directeur. Want zo was het toch? Zo was het en zo is het nog steeds. En misschien verandert dat naar dit succes weer. Maar dat zal de toekomst wijzen. Dus jij zit eigenlijk met een verdeeld gevoel hier in de studio. Blij aan de ene kant, aan de andere kant denk je van, zie je wel, maar ik mag het nog wel jij niet doen. Ja, ik heb direct nadat het bekend geworden is dat ik hier, of bij NEC tenminste, geen vervolg zou krijgen als hoofdcoach. Waarom eigenlijk niet? Kan je het niet? Want ik heb nou net 3 keer zien spelen in een vrij korte tijd. Volgens mij kunnen jullie aardig voetballen. Dat is toch ook jouw hand? Ik denk het wel, maar het is mij medegedeeld met de simpele opmerking dat ik iets mis.
En wat mis jij dan wel? Nou, je mist iets in het betaald voetbal met je, wat een ex-betaald voetballer misschien wel met zich mee kan brengen. En dat is het gemis wat ze mij dus kunnen verwijten of kunnen noemen. Maar dat krijg ik niet meer terug. Ik heb op dit moment een bepaalde ervaring als coach nu. En misschien is dat net zo belangrijk. Wat ze bedoelen is dat je in de derde klas van de onderafdeling Nijmegen hebt gespeeld en niet in betaalde voetbal. Ja, en zelfs nog iets hoger. Nog iets hoger. Ja. Verwijt je dat de spelers, dat ze niet achter jou gestaan hebben de afgelopen maanden? Nee, want ik weet hoe het eraan toegegaan is. En op dat moment heb je enigszins het is geen kritiek geweest, maar die opmerking van de spelers te accepteren, dat verander ik niet meer. We hebben elkaar te nemen zoals we zijn. En in dat opzicht is het dan ook logisch dat niet in één keer nu dat het weer goed gaat, ook naar die beslissing, dat een groep in één keer zegt van nu moeten we iets terug gaan draaien. Er is een geluid gekomen dat men iets zou willen met iets meer achtergrond. En als dat geluid er is, dan kan ik dat geluid niet verminderen. Maar je zou nu een lange neus kunnen trekken, hè? Ja, maar ik trek je lange neus. Het enige wat ik gedaan heb na die maandag, dat ik gewoon voor mezelf gesteld heb, ik moet dat aan het eind van dit seizoen met deze groep door. Ik moet mezelf zo goed mogelijk verkopen. En ik weet waar ik 2,5 jaar geleden aan begonnen ben. En je bent weggepromoveerd, maar je gaat dat doen volgend jaar, daar technisch manager spelen. Ja, omdat ik op dit moment eigenlijk nog niks anders heb. Dat ten eerste. En ten tweede, ik gewoon ook dan, als dat al een verwijt is dat ik iets in het betaalde voetbal mis, achtergrond, dat je dan moet zorgen dat je sowieso niet helemaal thuis op de bank komt te zitten, dat je iedere binding met het betaalde voetbal mist. Ja, niet werkloos worden, dat bedoel je. Ja. Ja. Heb je nog iemand van Ajax gesproken vanmiddag, na de wedstrijd? Ja, mijn collega. En wat zei hij? Dat hij teleurgesteld was. Dat lijkt een understatement, ja. En dat de landstitel toch nog voldoende zou moeten zijn om dit seizoen geslaagd te maken. Juist. We hebben ook nog iemand gesproken in afloop, dat was Danny Blind. Hij zei tegen Hugo Walker, zei hij het volgende voor zijn microfoon. Ja, dat weet je niet. Het feit is gewoon dat we natuurlijk de laatste 4-5 weken het merendeel van de ploeg uit vorm is. En ja, hoe dat dan komt en wat je eraan kunt doen, dat zijn allemaal van die vragen. Ja, dat los je niet 1, 2, 3 op. Het enige wat je kan doen is keihard werken. Dat hebben we wel gedaan, dacht ik, maar het rendement was veel te weinig. Geen kwestie van onderschatting geweest? Nee, ik denk dat na wat afgelopen woensdag gebeurd is, dat daar geen sprake van kon zijn. Kijk, als je binnen 4 dagen de tweede prijs kunt verspelen, dan mag je toch zeker die boel niet onderschatten. En daar geloof ik ook niet in. Dat was Danny Blind vanmiddag in de Meer. Heren van NEC, we wensen jullie heel veel plezier voor de finale tegen Feyenoord. En ik begrijp dat jullie augurken eten. Dat is de huim. Dat is de huim, ja. Ja. Goed, laat Van Haneren we niet horen met zijn augurken. We gaan door naar de volgende wedstrijd. Speelde binnen 5 dagen 2 hoofdprijzen. Met de uitschakeling voor de beker door NEC had trainer Louis van Gaal minder moeite dan met de Europa Cup nederlaag tegen Parma. Tegen Parma waren een aantal spelers die het over zich heen lieten komen. En dat heb ik gisteren zeer zeker niet gezien. Wat is er verder besproken in die nabespreking vanochtend? Nou, wat we altijd doen. Je moet proberen van de fouten die je hebt gemaakt te leren. Alleen daar moet je ook in doseren op dit moment. Omdat je niet te veel nadruk daarop moet leggen. Maar je moet ook nadruk leggen op de positieve dingen. En je moet net zo goed als je de arbeidsrustverhouding moet doseren. En dat is in deze fase veel moeilijker, omdat het allemaal ook nog in het hoofd speelt, is dat veel moeilijker dan in de fase waarin het goed gaat natuurlijk. Het feit dat jullie verliezen van een eerste divisieclub, NEC, wat zegt u dat? Weinig. Dat zegt me helemaal niets. Het relativeert ook weer de prestatie die Parma heeft geleverd tegen ons, denk ik. Gisteravond heeft u Johan Cruijff in een van onze uitzendingen kunnen horen zeggen dat hij nog graag meetraint met de spelers. En datzelfde geldt voor Van Gaal. Ja, dat is het mooiste wat er is. Op maandag doe ik altijd mee. En het is jammer dat het even was met het kopspelletje, want anders doe ik daar ook nog in mee. En dat is het mooiste wat er is. Want wij zijn nog allemaal, alle twee denk ik, voetballer. En we zijn voetballer onder de trainers, denk ik. Dat is zelfs mooi na een nederlaag tegen NEC. Ja. Want dan speelt het in de kopjes van de spelers, dus dan ben ik niet zo vaak in het midden. Na de training van vanmorgen nam Louis van Gaal Clarence Seedorf apart. Om te trainen op zijn koptechniek. Ja, dat is niet al te best. Dat van nu is goed geweest, dat van hem is nog voor verbetering vatbaar. Nou, ik moet u even corrigeren. Dat van mij is nog steeds goed.